Het bovenste Ramakka-gebied, meer bekend als het Matawai-gebied, heeft de afgelopen dagen te kampen gehad met zware wateroverlast. Volgens Walter Bonjasky, districtscommissaris van het bovenste Ramakka-gebied, is er door bewoners van het gebied gebeld die aangaven dat zij te kampen hebben met wateroverlast. De burgervader nam zelfs poolshoogte en zegt dat de rivieren buiten hun oevers zijn getreden. En wat ik heb gemerkt nu op dit moment, en vandaag krijg ik weer berichten en beelden, dat het overstroming is. En het is erger dan die van 2006. Wat wij hebben gedaan, we hebben de mensen geëvacueerd en we hebben de mensen gezegd dat ze laten ze hun hoofd koel houden. Wij als het commissariaat en het ministerie en de regering proberen zoveel mogelijk om hulp te bieden. Maar het is nog niet op gang gekomen omdat we veel moeten organiseren om de mensen te bereiken. En wat het probleem wat we nu krijgen is, we kunnen niet met de boot. We kunnen ook niet met de vliegtuig. De weg is heel slecht, dus we kijken een middenweg om toch het gebied te bereiken. Dus ik denk misschien met een helikopter of zo. Jerry Sleeghaart, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing in Suriname, NCCR, zegt dat zij in overleg zijn met de plaatselijke Gramang om de gemeenschap bij te staan. Het is niet de eerste keer dat Suriname zoiets meemaakt, dus wij kunnen sneller inspelen op dergelijke situaties. Dus wat wij dus nu hebben gedaan, is we maken de communities maken we resilient. Dus dat is zeggen, we beginnen die gemeenschappen te leren. Te trainen, niet leren, want ze weten het beter dan ons, maar te trainen om als het water komt, dat ze zich gaan verplaatsen, dus een stukje zelfredzaamheid te doen. Dit doen wij ook op het bestuursniveau, dus ook op het niveau van de districtscommissarissen en de districtssecretarissen, etc. Die worden ook getraind door NCCR. Elke districtscommissariaat heeft een rampenteam. En dit rampenteam treedt als eerste op als er iets mag zijn. Dus er is altijd een first response daar. Als de situatie erger is dan die mensen alleen dat kunnen handelen, met de middelen die ze hebben, et cetera, dan wordt er opgeschaald naar boven toe. En dan komt het naar NCCR. En NCCR die gaat dan met haar middelen alvast kijken hoe we kunnen bijstaan, helpen. En... daarnaast, wat we daarnaast krijgen, is dat dan NCCR ook sowieso de regering informeert hierover. Indien de situatie erger wordt, zal de regering de noodtoestand voor dat gebied moeten uitroepen. Sleeghaart zegt dat niet alleen in het Matawai-gebied er wateroverlast is, maar van Brokopondo tot Snesikondre heeft het binnenland nu te maken met extreem veel water. Het NCCR doet er alles aan om de gebieden te voorzien van drinkwater en de eerste levensbehoeften.